Ik heet u van harte welkom op deze mooie boekpresentatie en nagesprek. Ik heet ook welkom de mensen thuis. Ik weet niet of ik in beeld ben, maar u kunt ook meedoen met dit gesprek via Teams. Het is een grote eer allereerst. Riek Bakker is een zeer belangrijke nieuwe personage op de academie en is meteen in een actieve houding. En namens onze academie ben ik ook verheugd om mee te helpen om vandaag eens even dit door te nemen. Ruimte van Riek. Dit is een relevante publicatie, omdat in Nederland de ruimtelijke ordening, die is er niet. Of als die er is, dan is die volstrekt impotent, laat ik het zo zeggen. Dus we tekenen akkoorden en dan zijn we in 2020 klimaatneutraal. Maar hoe je dat moet doen in een extreem dichtbevolkt klein land, dat is totaal onduidelijk. Er is een subsidiepot, meer is er niet bedacht. De ruimtelijke ordening is op mega veel kwesties ook niet meer democratisch. Het gaat over overlegtafels, lobbyclubs. Als burger weet je waarachtig niet op wie je moet stemmen en of dat bij de gemeente of bij de provincie moet, als je op een bepaalde agenda een mening gerepresenteerd wil. Dus dat is best wel moeilijk. De zeespiegel stijgt en dat gaat harder dan iedereen denkt. De polders zijn badkuipen. We hebben een enorme problemen met de landbouw, waar er helemaal niet meer een goede keten is, zodat een boerenfamilie een eervolle boterham kan verdienen en de bedrijfsopvolging kan regelen. En we moeten even 1 miljoen huizen bouwen. En dit zijn nog maar een paar vragen. Dus zo'n publicatie, Riek, het komt, kon niet beter getimed. En volgens mij kunnen we ook vanuit de academie verdere discussies en gewoon hulp en ook agenda's aanleveren. Wat leuk is in dit boekje, ik ga het heel kort houden, want de tijd is voor Riek, is dat je ook een hele makkelijke verantwoording geeft. Ik moet even kijken, bladzijde 17. Dat is leuk aan dit boekje. Er staan geschreven teksten in en schilderijen. Voor wie is dit boekje? Voor de politiek, voor vakgenoten, dat bent u. Voor burgers, dat zijn we natuurlijk allemaal. Voor jonge mensen die wat willen leren. En voor, even kijken hoor, dit kan ik niet meer lezen zonder bril. Eigenlijk voor als je ook wel een beetje wat wil leren over het leven. Dat staat hier ook in. In dit boekje wordt een heerlijke uiteenzetting gegeven van de belangrijke projecten, Riek, die jij maakte. Waar jij de inspiratie, de vonk leverde. En vooral dat Utrecht Centrum en Leidsche Rijn Maxima Park, de grootste Phoenixwijk van Nederland. Ja, dat is echt gewoon wel een legacy project. En de Kop van Zuid, dat is een synoniem voor Riek Bakker. Ons bureau zit daar, dus de Kop van Zuid is superveel betekenend. Wat ook heel grappig is, als je dit leest, heb ik gedaan, er komen er ook projecten bij. Ik wist dat je eraan gewerkt had, de A4 bij Schiedam. Maar daar staat dan, dan leer je eigenlijk dat die A4 die kwam er nooit. Dat heeft 2 of 3 generaties geduurd. Hij was wel getekend, maar hij werd niet aangelegd. Maar plotseling was er een noodwet, een crisiswet. En dus eigenlijk vanuit een soort stress en trauma ging men vanuit Den Haag ruimtelijke ordening doen. En kwam de ruimte voor de rivier, de zwakke schakels en grote infrastructurele projecten onder de crisiswet en kon het worden opgepakt. Het betoog wat jij, ik ga dat niet verklappen, want het is te leuk om te lezen. Dus wat je daarmee dan doet, dat het er ook echt komt. Dit boek geeft ook een heerlijke epiloog. Je doet nog even een duit in het zakje, hoe nu verder in de toekomst. U moet het vooral gaan lezen. Dit boek, en dat is het leuke van dit boek. Riek Bakker is een mensenmens. Dus je hebt stedenbouwers en planologen en directies, grondbedrijven en gebiedsontwikkelaars. En als die allemaal doet wat hierin staat, als zij dat allemaal doen, dan komt er geen project. Ik heb dit geverifieerd, dus alle lessen die erin staan, volgen die op, dan komt er geen project.
Er komt alleen een project als je een echte mens in zo'n proces ziet te krijgen. Riek is een mensenmens die heel goed contacten legt. Die kijkt naar mensen, wat bezielt hun, wat houdt hun bezig, hoe zit je in je lijf, wat is je connectie, waartoe ben je op aarde, heb je er zin aan? En daar weet zij als geen ander een soort draai aan te geven en die mensen te verbinden. Dus, en dit boekje straalt dat ook uit. Dus alle anekdotes, jouw familiegeschiedenis, je geschilder, de personages van Katrine Prak, Bram Peper, Co Westrik. Aan deze mensenmens wil ik graag het woord geven. Oh, ik vergeet één ding, sorry. Ik geef jou het woord, maar Riek gaat dit boek uitleggen, hopelijk. Of nog meer, dan gaan we een tweede deel van deze avond, gaat Floor Milikowski ons meenemen in een debat en doet ook de dagsluiting. Tot zover. Riek, sorry. Ja, dankjewel Adriaan. Adriaan en ik kennen elkaar al heel lang. Hij heeft stage gelopen op een bureau waar ik in de tijd gehad heb, bureau Bakker en Bleker. En toen hadden wij bedacht bij dat bureau dat we mee wouden doen aan die hele grote groengebieden die altijd door de heidemij gemaakt werden. En daar hadden wij veel kritiek op. En dan moest je altijd offerten schrijven en inschrijven. Dan moest je proberen om dat werk te krijgen. En dan maakte ik met Adriaan offertes. En we kregen het nooit. Maar we hadden wel verschrikkelijk veel plezier. En we konden elkaar heel goed vertellen wat er allemaal fout aan was. Dus dat was toch op de een of andere manier leerzaam. Vandaar dat dat ik dacht, nou, ik moet uit mijn verleden en uit het heden natuurlijk putten. Maar dat is de reden dat ik Adriaan gevraagd heb. Ik moet even kijken, ik ga iets aandoen. Nee, die is moet weer terug. Ja, hier gaat het over. Nou, ik heb in de coronatijd, dat is 2 jaar geleden, ik was nog volop aan het werk. Toen kwam corona. Toen moesten we allemaal via de Zoom en al die andere dingen moesten met elkaar praten en werken en resultaten zien te krijgen. En toen hield het op bij mij. Ik bedoel, via de Zoom kun je niet echt praten met elkaar. En je moet altijd in clubjes en nee. Dus het hield op. Dus ik, op een gegeven moment was ik, heel snel stond ik droog. Nou, dat was helemaal niks voor mij om droog te staan. Dus ik werd thuis denk ik ook vervelend. Oké, toen zei iemand tegen mij, nou heb je wel tijd om dat boek te schrijven. Dus ik heb dat gedaan en ik gedacht van, nou oké, dat moet gebeuren. En ik dacht, het moet over de ruimtelijke ordening gaan. Want ik vind de ruimtelijke ordening weergeloos belangrijk. Ik bedoel, wat ik in mijn leven aan projecten heb mogen doen, aan mensen heb mogen meemaken, aan situaties heb gehad. Hilarisch ook verschrikkelijk. Ook, nou, allemaal avonturen. Waarvan ik dacht, ja, dat kan ik ook allemaal niet in het boek opschrijven. Maar als je ziet wat je daarvan zou kunnen leren. En als je ziet wat wij allemaal op ons bordje hebben, dan is dat ongelooflijk. We zijn met het klimaat bezig. Daar hebben we van alles over beloofd. De verstedelijking moeten we goed doen. We hebben landbouwproblemen, we hebben waterveiligheidsproblemen, we hebben een woningbouwopgave waarvan ik denk, ja, is het eigenlijk wel waar? We hebben bodemdalingen, ik woon in de Krimpende Water, hebben we bodemdalingen, ik heb het aan de lijve ondervonden. We hebben een oude boerderij, zaten we in, of eerder een boerenschuur opgeknapt. En op een gegeven moment sprong op een dag de ramen uit de sponningen. Klap! En je denkt, wat krijgen we nou? En de dag erop
Dan speelde ik met mijn hondje en dan liet ik een knikker of een balletje rollen. En dan race die zo in een kuil wat in, gewoon in de kamer was. En op een gegeven moment kon het water van de douche niet meer weg. Dus dat was bodemdaling in de Krimpenerwaard. Huis afgebroken, totaal afgebroken. En wat hij jaren had gestaan, was opeens in de week weg. Glad, overnieuw begonnen. Oké, vreselijke avonturen natuurlijk. We hebben een ingewikkelde economie en we hebben zorg voor toekomst, vind ik. Voor gezondheid in de toekomst. Want dat hebben we met die corona gezien. Als je ziet wat ze allemaal nu bouwen en op welke manier, is het allemaal maar one issue. Dus ik denk dat het ongelooflijk goed zou zijn om echt serieus met die ruimtekoning aan de gang te gaan. Toen dacht ik, dan moet dat eerst maar in dat boek komen. En dat boek, nee, hij doet het niet. Nee. Waarom knippen jullie daar achter dat zwarte schermpje niet op? Dat? Ben ik, hè? Ja. Die ruimteverordening is toch een heel belangrijk Nederlands instrument. Wat zwaar beschadigd is. Het is op een gegeven moment door een van de Rutte-kabinetten over de schutting gesmeten op verzoek van de provincies om het vanuit die provincies te doen. Die provincies vonden dat belangrijk en die wouden meer zelf enzovoort. En het kwam Rutte wel goed uit, dus het ging over de schutting, net zoals heel veel van die dingen in de reeks van dat doen we niet meer. Dat hoeven wij centraal niet meer te doen. En dan nemen we eerst een flinke dosis geld daarbij vandaan. En dan moeten we maar zien hoe dat allemaal gaat. Dus het is een onderkomen kind. Het is een verwaarloosd onderkomen kind. En daar moet voor gezorgd worden, want als wij voor het kind goed zorgen, dan zorgen we ook goed voor onszelf, dan zorgen we goed voor Nederland. Dan houden we het weer droog en dan gaan we proberen om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Nou, dat kun je allemaal wel leuk zeggen. Maar dan moet je wel even goed over nadenken hoe we dat dan doen. Nou, omdat ik ook net bij de of net alweer een paar jaartjes bij de academie ben aangekomen en ik uit mijn werk ben en ik die academie heel leuk vind. En ik dacht, nou, ik bied me aan, misschien kan ik wel wat doen. En dat is gelukt. Ik ben vicevoorzitter geworden en ik ben nu een reeks aan het maken over de uit de kunstlezingen heet dat. En dat gaat over de ruimtelijke ordening en wat je er allemaal mee moet. Ik heb nu een stuk of vijf voor elkaar gekregen. Na mij komt Adriaan. Die dacht ik, nou, die moet echt vertellen wat ontwerp is en hoe je dat inzet. En dat weet hij nog niet, maar dan ga ik hem uitleggen maandag. En dan dacht ik, het is heel goed om een paar architecten te vinden en te horen hoe zij nou moeten bouwen op het ogenblik. Hoe die armoede is, hoe ze in elkaar geknuppeld worden als ze niet doen wat er gezegd wordt. En in ieder geval lang niet meer zoals het vroeger ging. En is het waar van die woningen? En wat voor soorten woningen gaan we dan maken? En waar moeten ze dan allemaal? En gaan we ze gewoon al maken of vergeten we goed te kijken naar de zeespiegel en hoe hoog wordt die dan? En verzuiveren we dan al half in Nederland? Als bij mij al bodemdaling aan de gang is, dan moeten ze toch ophouden met huizen te willen bouwen. Nou, die problematiek lijkt me ook heel interessant. Dan heb ik Patrick van de Klooster bereid gevonden. Dat is een hele interessante, leuke man. Die heb ik ook gekregen als stagiair. Die was een echte Rotterdammer, is nog steeds een echte Rotterdammer. En die had geschiedenis gestudeerd en die was afgestudeerd bij een zwager van me. En die belde me op en die zei, ja, ik heb nu een jongen, die moet jij hebben. Ik zei, nou, stuur hem maar dan, kom maar. En ik heb met hem gepraat en die jongen die kon alleen maar tegen het orgel trappen. Alles was verkeerd. Alles was verkeerd. En toen heb ik tegen hem gezegd, weet je wat we doen? Jij gaat gewoon bij mij in de auto zitten. Jij gaat gewoon
maanden ga je 's ochtends vroeg met mij mee en 's avonds laat weer naar huis. En dan ga je meemaken hoe dat gaat om plannen te maken. Wat je daarvoor moet doen. En hoezo alles verkeerd. Nou, die jongen is het heel goed vergaan. Hij is nu projectontwikkelaar. En nou wil ik van hem horen hoe hij dat doet. Of hij dat doet zoals iedereen het doet, of hoe hij de toekomst ziet. En daar gaan we met hem over praten. Dat lijkt me heel belangrijk. En dan tot slot komt Louise Fresco. En gaan we praten over wat heeft dit hele spul nou opgeleverd. En wat moeten wij tenslotte, stel je voor dat we een advies zouden mogen geven aan de minister. Als hij het al niet verkeerd gedaan heeft, hoop ik niet. Wat gaan we hem dan zeggen? En nou, dan denk ik dat we, hoop ik dat we een leuke reeks hebben. Oké. Dan naar het boek. Ja, waar moet nou, ik moet drukken. Waar moet nou zo'n boek over gaan? Hè? Waar moet nou zo'n boek over gaan? Natuurlijk moet dat over mijn werk gaan. Maar gaande de rit. Ik heb Margreet Vochtelo, die is, werkt ook bij de Groene Amsterdammer. Die ken ik al heel lang en die heb ik heel veel teksten meegedaan en die heeft me heel veel geholpen. En ik heb haar gezegd, wil jij met mij een boek maken? En zij heeft gezegd, ja, dat wil ik, want ook zij zat in de corona. En nou, lang verhaal kort. En toen heb ik gezegd, ik wil graag het aanpakken alsof het een project was wat we allemaal zitten te doen. En toen hebben we gezegd, nou, het moet niet alleen een leesboek zijn. Want als je de doelgroep, heeft Adriaan nu al verteld, als je naar doelgroepen kijkt, dan moeten er mensen zijn die projecten kunnen lezen. Maar er moeten ook mensen zijn die kunnen begrijpen, wat is dat voor mensen en hoe werkt dat eigenlijk? En hoe werkt ruimtelijke ordening überhaupt? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ik ken legio mensen die prachtige tekeningen maken, die daar helemaal in opgaan en ze aan de muur hangen en roepen, zo moet het worden. Maar ja, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Dat is niet waar. Dit gaat over processen en mensen. En hoe doe je dat dan? En het lukt ook niet altijd, dus het moet niet alleen gaan over wat allemaal wel gelukt is, maar het moet ook gaan over wat er niet gelukt is. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten we alles uit de kast halen, dan moeten we podcast maken, dan moeten we leuke, goede vormgeving hebben. En dat heb ik bij de zoon van mijn buurman gehaald. En de podcast is van Helene Hubbelen en we hebben er een aantal bedacht. En zij is op stap gegaan. Ik ben nauwelijks bij die opnames geweest, omdat ik dacht, nou, dat werkt helemaal niet. Maar één wil ik u vertellen. Ik las een boek van een journalist, die was overleden. En die was in Rotterdam journalist. En die had een interview met Hugo de Jonge gehad. Nou, dat was toen hij vlak. Was hij net eigenlijk in Rotterdam komen wonen. Hij woonde op Katendrecht. En toen waren wij met die brug bezig daar in Rotterdam. En hij had tegen die journalist gezegd, nou ja, wat ze hier nou aan het doen zijn. Zo'n plank van niks naar nergens. Kost vreselijk veel geld. Wat is dat allemaal voor flauwekul? Daar gaan we niet aan beginnen. Ik denk, die man moet ik hebben. Niet wetend dat hij minister zou worden. Dat wist ik toen nog niet. Nou, oké. Ik belde hem op, mag dat? Doe je dat? Ja, dat deed hij. Heel sportief, prima. Dus, nou gaan we hem weer op een andere manier tegenkomen. Maar mijn boek heeft hij in handen. En dat was een project wat ik gedaan had in Schiedam. Daar was een wethouder. En die zit nu in de Tweede Kamer. En die heeft hem dat boek aangeboden toen hij zijn medespeech deed. Dus ik denk, jongens, hij kan er niet meer omheen. We gaan het erover hebben met hem. En dat moet ook. Dat lijkt me ook heel goed. Nou, dus zo zit dat boek in elkaar. Met 2 jaar aan gewerkt. Onze ziel en zaligheid erin. En als ik hem nou weer voor elkaar krijg, ja. En ook, dat heb ik veel over gesproken met Margreet Vochtelo. Ook mijn familieverhaal erin.
Want zij zei tegen mij, ja, je kan dan wel net doen alsof je dat allemaal maar zo uit je duim hebt gezogen. Of dat allemaal zo werkt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Jij hebt dingen gedaan en dingen voor elkaar gekregen al helemaal niet gestaafd zijn door de opleiding die je gehad hebt. Want dat was ook dat was niet verkeerd, maar het was ook niet hemelhoogjauwend. En je hebt aan projecten gewerkt en processen getrokken. Die dat kan ook allemaal niet zomaar. Dus zij heeft me ervan overtuigd dat ik ook over mijn privéleven moest spreken. En ze heeft niet alleen mij overtuigd, maar ze heeft ook mijn vriendin Katrien overtuigd. Want die zei, dat doe ik niet aan mee. Toen was ik met Margreet zover dat het ging gebeuren. En dan moet u zich voorstellen, dan hadden wij sessies. En dan lag er een telefoon op tafel en dan gingen we praten. Praten. Of zat dit, of zat dat. En dan was je 3 uur bezig en dan kon je niet meer. Maar denk je dat je nog 1 moment in de gaten had dat er iets werd opgenomen? Nee, dat was je al lang kwijt. En dan kwam er 1,5 week later, dan kwam opeens die tekst binnen. Nou, dan vloog je tegen het plafond. Dan dacht je, wat is dit? En dan liet ik dat ook aan Katrien lezen. En die kreeg helemaal de rimmerammen. Die zei, dat doen we niet. En toen heb ik tegen haar gezegd, doe jij nou ook eens zo'n sessie? Doe jij er ook in? Ga daarbij. En dat heb ik Margreet voorgesteld. Dan laat Katrien dat ook doen. En ze kreeg had precies hetzelfde als ik had. En toen hebben we verschrikkelijk moeten lachen met z'n tweeën. Want je hebt dat namelijk helemaal niet in de gaten. En je zit te vertellen, je bent zo in je verhaal. En Margreet was zo knap om daar goed mee om te gaan. Dus ik weet niet of jullie gelezen hebben, maar ik hoop dat je dat leuk vindt. Ik zal je vertellen, niemand vertelt dat aan mij. Wat ik opvat als nou, dat zou wel goed zitten. Maar de enige die erover piepen, dat is natuurlijk mijn familie. En ook Katrien de familie van, wat is er met jullie gebeurd? Wij maar roepen, ja, het is onze waarneming. Wat jullie zeggen, dat hoeft. Nou, je weet het wel. Dus het was een heel avontuur. Zo is het gekomen, zo is het gegaan. Nou wil ik jullie vertellen wat dat avontuur in het werk was. Niet nadat ik even uitleg, dit is de familiebakker. Het is 52, gooi ik wat om? Het is 1952. Ik ben een enige meisje, ik heb 7 broers. Je ziet mij daar staan met die strik op. En ik wou altijd broeken aan. Maar toen moesten we op de foto. En toen mocht het niet. Toen kregen mijn ouders ruzie erover. En toen heeft mijn moeder uitgevonden dat het allebei kon. Zie je daar? Daar zit de broek onder de jurk. Dus dat zegt veel over mijn ouders. Ik zal het kort houden, want het is ook moeilijk. Ze hebben veel in de oorlog meegemaakt. Mijn vader is ondergedoken geweest, is in het verzet geweest en werd door zijn vrienden onder controle gehouden. Want op een gegeven moment is mijn moeder met die jongens daarachter, wij waren de 3 kleintjes en daar waren de 5 ouderen, is ze in Vught in het concentratiekamp gebracht. Toen was mijn moeder van mij in verwachting. Mijn oudere broers hebben daar allemaal enorme klappen van gehad. Degene waar het ergst mee was, dat broertje boven mij. Die was 3 jaar ouder dan ik was. Mijn moeder is eruit gekomen. Omdat de vrienden van mijn vader hadden uitgevonden dat mijn moeder niet goed geregistreerd was in de burelen van Vught. En daar hielden die Duitsers niet van, dus ze hebben haar eruit gepraat. En toen moest iedereen over de familie verspreid worden, want
Mijn ouders die woonden in Assen en het huis was totaal leeg. Alles was weg. De vloeren waren eruit. Meubilair, want het was een winter, hongerwinter. Iedereen moest de kachel stoken. Dus mijn ouders kwamen terug in hun huis en het was leeg. En bij de buren stonden de spullen van... van alles en nog wat. Dus voordat de familie weer bij elkaar was, was het 2 jaar verder. Was ik inmiddels geboren en hadden mijn ouders zoiets van, nou ja, dit is allemaal zo verschrikkelijk. Weet je wat we doen? We gaan een leuk klein nieuw gezinnetje maken. Zo vertellen mijn oudere broers mij. Ik ben gelukkig goed ter aarde gekomen en na mij nog 2 kleine broertjes. Bram en Bert. Ik was hier ongeveer 8. En 4 jaar later was ik 12 en is mijn vader overleden. Die had diabetes, maar die had ook grote klappen gehad. En hij was iets van 10 jaar ouder dan mijn moeder. En toen was het drama compleet. Ik zal jullie er niet meer lastigvallen, maar ik kan je maar 1 ding zeggen. Mijn oudere broers die vlogen het huis uit, want die dachten, daar willen we niet bij zijn. Wij gaan hun ontlasten, dat kleine gezinnetje, dan doen ze het zelf maar. En die gingen trouwen, die gingen emigreren, weg. Dus van deze hele club bleven wij met z'n 4 achter. En ik was 12 en ik verder kun je wel uitrekenen hoe dat zat. En mijn moeder was diep in de depressie en die zei tegen mij, luister eens, dit is te moeilijk voor mij. Ik kan niet met jou en met jullie omgaan zoals ik dat deed toen jullie vader nog leefde. Dus we gaan het anders doen. We gaan het gewoon anders doen. We gaan met z'n 4 een gezin maken. En we zijn allemaal gelijk en we overleggen met elkaar. Maar er moet 1 de leiding hebben. En mijn moeder zei tegen mij, jij hebt de leiding. En ik zei heel dapper, ja, dat doe ik. Maar ja, ik wist niet wat ik zei. Ik wist ook helemaal niet wat er gebeurde. Maar ik deed het wel. Dus ik heb moeilijk gezeten op school. Ik had er geen interesse in. Want ik moest namelijk al die oudere broers moest ik ook in de tang zien te houden. Want die kregen allemaal gingen trouwen. Enzovoort, je weet het wel. En ik kreeg dus niet alleen, ik had niet alleen 7 broers, maar ik had ook 7 schoonzusters. In ieder geval 5. Dus ik ben de familie gaan managen met alles wat erop en eraan zat. En op een gegeven moment zei mijn broer tegen mij, zo is het toch goed, dan moet je ook eens een vak leren. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik maar, wil ik graag binnenhuisarchitect worden. Maar ja, toen ging ik naar de Rietveld examen doen. En toen kwam ik daar en toen zette ze een mooie dame op. Op de tafel moesten we dat tekenen. Nou, daar bakte ik helemaal niks van. Dus dat lukte niet. En toen ben ik terechtgekomen in Boskoop. Want ik was getest en in Boskoop, die tester die had gezegd, nou, als ze dat niet is, dan kan ze wel naar Boskoop. Dat is wel goed voor de. Dus mijn moeder heeft me daar naartoe gestuurd en dat heb ik gedaan. Nou, dat heeft mij. Ja. Ja, dit is goed. Dat heeft mij van alles en nog wat gebracht. En eerst een bureau begonnen. En daar was ik mee bezig. Dat ging allemaal hartstikke goed. En toen op een gegeven moment belde. Ik ga er met 7 meisjeslaarzen nu door, anders komen we er niet. Op een gegeven moment belde er een handhunter op en die zei, wilt u in Rotterdam directeur stadsontwikkeling worden? Zondagavond bellen die mensen altijd. Ik schrok me wezenloos. Ik had een hele goede band met mijn moeder. Ik belde haar altijd op zondagochtend, want anders zag ze en hoorde ze me nooit.
En dan legde ik haar dit soort vraagstukken voor. En zei, nou luister, dit en dat en zo, ik ben gevraagd en wat vind jij? Volgende week krijg je antwoord. Dan belden we weer op zondag. Dus ik zei tegen haar, nou wat vind je, wat doen we? Doen! Doen! Altijd doen! En als mijn moeder het zei, dan deed ik het. Maar Katrien vond het ook. Dus ik ben naar Rotterdam gegaan. Dat was een ongelooflijk avontuur. Want alles was nieuw. Een grote stad. Enorme vraagstukken. Leren om te gaan met andere diensten. De hiërarchie in diensten. Ik had 160 FTE's. Dat is iets van 180 man. Je was directeur, je werd eigenlijk gevraagd om visie te hebben. Maar tegelijkertijd moest je ook alle bonnetjes aftikken en functioneringsgesprekken houden. En God mag het weten wat je allemaal moest doen, administratief. Dus dat was heel ingewikkeld. Maar het was crisis. Een levende crisis, denk ik altijd. Niet te gek natuurlijk, maar... Er was een urgentie om met Rotterdam aan de gang te gaan. 50.000 werklozen, slechte economie. We kwamen uit de stadsvernieuwing. Dat was eigenlijk wel op zijn eind. En er moest iets anders gebeuren. Hoe gaan we dat doen? En toen kwam ik Peper tegen. Bram Peper. Ik zal jullie vertellen, hij is een grote vriend van mij geworden. En ik van hem. Maar toen ik hem daar voor het eerst meemaakte... Oei. Dat was winnen geblazen. Maar ik snapte wat hij wou. Hij joeg ons als directeur op om te zeggen van... kom op, er moet nieuws komen, we gaan niet in de gebaande paden. We kunnen anders niet voor elkaar krijgen dat Rotterdam weer op zijn poten terechtkomt. Ik verhuisde vanuit... Amsterdam naar Rotterdam. Jongens, het was hard. Het was moeilijk. Je kon er een konijn of een kanon afschieten. En dan had je het konijn nog niet te pakken. En ze keken mij aan. Wie is dat? Een Amsterdammer. En wat denkt hij wel? En wij doen het hier allemaal met elkaar. En dan komt hij daar even vertellen wat er hier moet gebeuren. Dus, en die dienst van mij zei, ja, maar jij bent er alleen maar voor de verhalen en bij BMW een beetje zorgen dat het goed gaat. Want wij werken met die andere takken van sport van die diensten samen. En die directeuren, die nemen we minstens zo serieus als jij. Ik denk, wauw, wat kom ik hier eigenlijk doen? En toen... dacht ik, ja, wacht even. Het valt tegen, maar ik kan niet terug. Ik heb niks te verliezen. Dus weet je wat ik doe? Ik ga zorgen dat ik met die dienst... dat het weer een beetje bij me komt... en dat wij iets gaan maken voor Rotterdam... waar Rotterdam mee vooruit kan. En wat dan kan een antwoord geeft... op wat Peper eigenlijk van ons verlangt. En toen heb ik tegen alle afdelingen hoe die structuur dan ook in elkaar zat, gezegd, stuur mij maar twee mensen van jullie. En dan gaan we een atelier maken en dan gaan jullie maar naar huis. En dan gaan jullie zeggen tegen je huisgenoten dat je voortaan 's avonds om 9 uur thuis komt en dat je op kantoor een pizza krijgt. En dat niet betekent dat je de volgende dag pas om 10 uur weg hoeft. Nee, we beginnen gewoon en we doen dit ernaast. En we gaan zorgen dat we een visie op Rotterdam ontwikkelen. Als je in die tijd naar Rotterdam keek en de plannen die ze hadden... dan hadden ze een plan van de hele stad waar allemaal dikke stippen op stonden. En dan zei ik tegen ze, wat zijn die stippen? Ja, dat zijn projecten. En dan zei ik, wat heeft de ene stip met die andere te maken? Nou, helemaal niks. Nou, waarom dan niet? Ja, de een heeft geld en de ander niet. En als je bij de buur mee gaat doen en die heeft geen geld, dan schiet je niet op. Dus dat deden we niet. En dat waren wel, ik denk, 7000 stippen. Zwarte stippen. Zo ging dat met de stadsvernieuwing.
Als het over infrastructuur ging, dan deden ze het zelf. Als het over parken ging, dan werd helemaal niet op ontworpen. Dat deed gemeentewerken. Als het over de haven ging, dan ging het over gemeentewerken. Dus iedereen had zijn hobby's en iedereen had zijn dingetje. En allemaal waren ze er aan gewend. En ze vonden allemaal dat het zo moest. Toen denk ik, weet je wat, ik begin een atelier. En in dat atelier stel ik een paar vragen. Het eerste is, wat is er nou eigenlijk heel goed aan Rotterdam? En waarom dan wel? Verleg mij dat eens uit. Wat mogen we absoluut niet missen? De tweede, wat is er nou helemaal fout? En wat moeten we daaraan doen? En ten derde, als we het nou voor het zeggen hadden. En we mochten plannen maken en het zou ons ook lukken. Wat zouden we dan voor plannen maken? Wat gingen we dan doen? Nou, daar is deze kaart uitgekomen. Dat noemden wij de 30-puntenkaart. Dat is de visie die we toen in 86 op Rotterdam ontwikkelden. Die 30-puntenkaart, dat was van groot belang, omdat ik wat ik vertel, jullie net vertel over al die stippen, dat waren er wel 7000. En nu hadden we dat teruggebracht tot 30. Wat deden wij eigenlijk? Wij vonden gebiedsontwikkeling uit. Want als er infrastructuur gemaakt moest worden, dan hadden we een verkeersdienst en die jaste gewoon die weg ergens doorheen. En die keek verder niet linksom of niet rechtsom. En die ging naar gemeentewerk en zei, wat moet er dan maar voor groen bij komen? En daar had verder niemand last van, dat zo werkte dat. Dus ze werkten allemaal langs elkaar heen. En dan had je de volkshuisvesters. En je had de stedenbouwkundigen. En je had de programmamakers. En dat zat allemaal lekker te vertellen hoe het moest en hoe het niet moest. En als je op de Coolsingel kwam en je vroeg aan de wethouder aan de koning, wat ben jij aan het doen? Ja, ik maak bestemmingsplannen om ervoor te zorgen dat wij hier wat voor elkaar kunnen krijgen. En toen dachten wij, ja, dat kan niet. Dus toen hebben wij dingen geclusterd. Toen hebben we gezegd, ja, dit is nodig, dat is nodig. En een van de, ja, dat zou je bijna niet geloven, een van de meest opvallende dingen was, je ziet dat Rotterdam heeft een rivier, dat weet iedereen wel. Maar in die tijd dachten ze in Rotterdam, weet je wat, je hebt Rotterdam-Zuid, daar bemoeien we ons niet mee. Want dat bestaat niet, dat zijn gastarbeiders. Dat hoeft niet. Laat die maar lekker zitten, die moeten de haven bezorgen. En dan heb je Amsterdam-Noord. En wat is daar het centrum? De Coolsingel. Nou, Peper die kwam en zei, ja, dat kan allemaal zo niet. We gaan het anders doen. En toen had ik deze visie. Met onze mensen zelf gemaakt, apentrots. Toen heb ik tegen ze gezegd, jullie moeten allemaal je mond houden. Als jullie dit vertellen aan die buren en aan die andere diensten en jullie gaan uitleggen wat wij aan het doen zijn, dan is het kapot en weg voordat het ook nog maar verteld is. Dus ik heb gezegd, luister, we gaan nu strategie bedrijven. Dat is heel belangrijk. Dat is een uitermate belangrijk begrip in de ruimteordening, waar niemand het nooit over heeft. Waarom is dat belangrijk? Als je de verkeerde stappen zet, dan killen ze je voor het zover is. Als je verkeerd communiceert en je zegt het tegen de verkeerde, dan vliegt het de dingen op. Als je de publiek er niet bij haalt en je doet niet aan participatie, dan word je door niemand gedekt. En dan word je door je ambtelijke medediensten word je in de grond gehakt als ze het niet willen hebben. Dat is helemaal geen leuke wereld. Het is ook niet een aardige wereld. Dat is een wereld van rivaliteit. Heel beleefd, tuurlijk. Je hebt samen borrels en alles erop en eraan. Maar het is wel rivaliteit. En dat gebeurt niet alleen in Rotterdam. Helemaal niet. Dit is hoe ambtelijke diensten in elkaar kunnen zitten. Armoe is dat. Wij waren naoorlogs. Dat moest echt gebeuren, kom op. Dus wij zeiden, oké, we doen vernieuwing. Wat is dat voor vernieuwing? We hebben sociale vernieuwing nodig. Het kan niet zo zijn dat Rotterdam-Zuid niet mee kan doen. Dat kan niet zo zijn. Dus de helft van de bevolking van de stad.
We doen aan economische ruimtelijke vernieuwing. We gaan dingen clusteren, we gaan ze aan elkaar zitten, we gaan ze aan elkaar knopen. En we gaan zorgen dat we het geld erbij krijgen. En dat geld moet niet alleen uit Rotterdam komen, maar het moet ook uit Den Haag komen. En we gaan een regionale vernieuwing doen. Want toen ik daar kwam, toen dacht ik, nou, ik ga bij de buren een rondje maken. Ik ga me mezelf bekendmaken. En ik kwam in Schiedam. En dan zei ze, wie bent u, wat komt u doen? En ik ging naar Vlaardingen, terwijl ik allemaal afspraken had gemaakt. Ze zei, daar is het gat van de deur, mevrouw. Ik moest van Pippen naar Capelle, want er was bij een storm een boom omgewaaid. En die lag over de weg tussen Capelle en Rotterdam. En Pippen die belde me op en die zei, Riek, je moet nou even naar Capelle gaan. Je moet regelen dat die bomen daar weggaan. Nou, echt waar, hoor. Je kon het maar beter doen, want als je het niet deed, dan verwijderde er wat. Dus ik daar naartoe, nou, ik ben dag bezig geweest om voor elkaar te krijgen dat die bomen van de weg gingen. Zo gingen we met onze buren om. Oké, er was dus veel te verhapstukken. Toen zei het college tegen ons als directeuren, kom maar op, nou willen we zien wat jullie bedacht hebben voor ons. Toen heb ik Peper opgebeld en toen heb ik gezegd, mag ik met een presentatie komen? Hij zei, wat is dat? Ik zeg, nou, ik neem een paar dia-apparaten mee en die stel ik op in de burgerzaal. En dan moeten jullie allemaal even uit je stoelen komen daar bij dat college. En dan moet je even een deur verder komen kijken. Vind je dat goed? Ja, als je denkt dat dat helpt, dan doe je dat maar. Dus dat hadden wij gedaan. We hadden een enorme presentatie gemaakt. Had ik ook met die mensen van de dienst gemaakt. Van jongens, kom op, we gaan er tegenaan. En oké, daar heb ik dit verhaal verteld. Nog inhoudelijke. En dat was zo. Het was zo dat geen één van die directeuren dat had gedaan. Want die zaten er allemaal langer. Ik was nieuw. Ik had ook niet bij die directeur gevraagd, hoe doen jullie dat? Ik denk, ja, ik heb niks te verliezen. Ik ga zelf, ik doe het. En ik zorg dat, had ik natuurlijk in dat bureau waar ik had gehad geleerd. Als je je spullen niet goed presenteert, ja, dan krijg je nooit wat voor elkaar. Dus dit is de burgerzaal trouwens. En daar heb ik dat verhaal verteld. En toen is de vriendschap tussen Peper en mij ontstaan. Want hij sloeg steil achterover waar ik mee aankwam met het hele verhaal. En hij zei, ja, ik dacht altijd dat hij die stadsontwikkeling alleen maar koninkrijkjes had. En ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde. Ik zei het in hem. Nou, misschien waren er wel koninkrijkjes, maar nu is het een koninkrijk. Leve de koningin, riep hij toen. Nou, dat heb ik geweten. Al die collega's van mij, die directeuren, we werden allemaal op scherp gezet. We werden allemaal rivaliteit van hier tot Tokio. En die gingen ook allemaal van die dia-presentaties maken. Wat deden ze? Die lieten ze maken door van die bedrijven die dat konden. Maar dat ging helemaal niet over inhoud. Dat was gewoon een presentatie. Nou, lang verhaal kort. Ik heb van die 30 puntenkaarten aan het college voorgesteld. Laat mij er een paar doen. Eén zal ik jullie vertellen. De allerbelangrijkste was, dat was de kop voor Zuid. Want ik denk, dat kan niet. Dat past in al die uitgangspunten. Het kan niet zo zijn dat je de helft van de stad laat leren. Het was wel begrijpelijk. Er was gebombardeerd, de haven was stuk, de binnenstad was stuk. Maar op een gegeven moment moet je toch ook weer verder gaan. Dus toen hadden we een plan gemaakt, samen met Teun Koolhaas. En toen heb ik tegen Teun Koolhaas gezegd, luister, ik wil een plan hebben voor de Kop van Zuid. Maar dat moet heel snel. Want ik heb haast, het ijzer is heet. We hebben nu
een beweging in Rotterdam. Peper is in, de rivaliteit is heftig. Als ik nou niet doorkom met iets wat hout snijdt, dan gaat het helemaal verkeerd. Strategie, onthoud het. Strategie, nadenken over wat is je situatie, waar zit je in, waar wil je naartoe, hoe moet je dat laten zien. Oké, dit is de maquette die Teun Korlaas heeft gemaakt. Dat is de neef van Rem. Hij is helaas dood. En dit had hij in 3 maanden gedaan. En ik met dit spul in een huis, heb ik in mijn huis gezet. Want ik dacht, er is hier toch niks te doen. Dus ik kan 's ochtends werken, ik kan 's middags werken, ik kan 's avonds werken. En dan ging ik iedere avond, haalde ik mensen naar binnen van Zuid, overal vandaan. In kleine groepjes legde ik uit wat dit was en wat we ermee konden. En dan vroeg ik altijd aan ze, kunnen jullie me helpen? Help! Want wat al die mensen in de ruimtelijke ordening doen, die gaan dat uitleggen. En die zeggen, dit moet hier en dat moet daar en zus moet zo. En dan zegt iemand anders, ja, maar dat wil ik niet. Nee, dat kan niet anders, dat moet zo. Dan word je door de keel gewrongen. Terwijl ik denk, nee, dat moet niet, dat moet niet. Ik moet vragen, willen jullie dit? En waarom zouden jullie dat willen? En vertel het me. En ik begon dan met kleine clubjes en zo ging het door de stad zoomen. En toen belde Peper op, hij zei, ja, ik weet niet wat je doet allemaal, maar ik wil dat nou ook zien. En toen heb ik tegen hem gezegd, wil je voor deze ene keer bij mij thuis komen? Nou, dat deed hij niet. Ik zeg, nou, dan kom ik ook niet hoor. Ik heb er zoveel aan gedaan, dat is nou echt kinderachtig. Oké, kom. Zelfde avond stond hij, heb ik het hem laten zien. En dan hadden we een verhaal met dia's. En met muziek eronder. En dan gingen de schuifdeuren open, letterlijk. En dan kwam je bij die maquette. En dan kwam het natuurlijk altijd over die brug. Die brug, die was nodig. Die was absoluut nodig. Iedereen denkt altijd dat dat voor rijke mensen moet. Nee, die was sociaal nodig. De mensen op Zuid, die hadden soms 2 banen... Vrouwen, mannen, allemaal banen om zich overeind te houden. Die moesten dan of een Maastunnel door of over die verschrikkelijke Willemsbrug, die kronkelt door de stad van ellende. Dus deze brug moest ook komen met een metrostation eronder, om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon van noord naar zuid en hun baantjes beter konden doen en hun kinderen naar andere scholen kunnen sturen. Dus het was keihard nodig. Maar tegelijkertijd heb ik die brug gebruikt. Luister, die brug heb ik gebruikt als een middel. Want in die maquette, dan zeiden ze, ja, maar die brug willen we niet. Nou, dan kon ik die brug uit die maquette halen. En dat deed ik dan. Dan haalde ik hem uit die maquette en dan legde ik hem op tafel. En dan zei ik, denken jullie nou dat dit dan de waarheid kan worden zonder die brug? Want dan heb je de hele infrastructuur niet. Met die brug en met die metro eronder en met de wegen die we aanlegden, kon je opeens van noord naar zuid. Dus dat moet gebeuren. Nou, lang verhaal kort, het is gebeurd. En het is gelukt. Dus dat is het verhaal van de Kop van Zuid. Nou weet ik niet of jullie zenuwachtig van mij worden en dat ik te veel tijd opneem. Wat denken jullie ervan? We hebben ook nog een discussie. Ja, zullen we dat nu doen? Oké. En als er dan nog tijd over is, dan vertel ik het verhaal van Letserij. Nee, doe even een stukje Letserij. Letserij, ja? Anders komt het bij jou niet goed. Ja, oké. Nou, ik had dat dus allemaal in Rotterdam geleerd. En toen kwam er een nieuwe wethouder en die liet mij bij zich komen. En die zei tegen mij, wat jij doet, wil ik doen. En ik zei, jij wilt dat ik wegga? Ja, zei hij. Ik denk, shit. Nou, ik naar Peper en Peper zei, jij moet weg. Het is waar wat die man zegt, als je dat niet wil, dan gaat dat niet. Maar je moet iets verzinnen waardoor je er toch bij kan blijven. Toen heb ik gezegd, nou wil ik supervisor worden. Dus ik ben
heb 10 jaar in Rotterdam, ben ik ambtenaar geweest, de tijd van mijn leven. En ik ben al 20 jaar supervisor geweest. Dus ik heb 30 jaar op de kop vooruit gepast. En gezorgd dat het doorging. En dat het ging gebeuren. Dat is essentieel geweest. Nou, toen was ik opeens, begon ik weer een bureau. Oké, ik stond daar. Moest ik acquireren weer. Ik ging naar een of andere bijeenkomst en dan kwam ik de ambtenaren van Vleutende Meren tegen. En die zei tegen mij, ja, we moeten Leidse Rijn doen en dat doet Utrecht en ze betrekken ons er niet in. Enzovoort. Het Rijk zit te donderjagen, als wij nou niet dat doen met Utrecht samen, dan gaat het Rijk het doen. Dit is wat je noemt de Finex-locatie. Lang verhaal kort, ik heb gezegd, nou, ik wil jullie wel helpen, zei ik tegen die ambtenaar. De volgende dag werd ik opgebeld door de burgemeester van Vleutende Meren. Kom hier. Oké, ik ben heen naartoe. Wie denk je wel dat je bent? Ik heb hem alles uitgelegd wat ik jullie net over Rotterdam vertel. En ik heb gezegd, ik wil dat graag doen. Ik lijk me geweldig. Hij zei, dan gaan we eerst naar Utrecht. Ik zei, nou laat mij dan even leeg gaan. Dus ik nou opstelte. Lang verhaal kort. Ik heb die burgemeesters aan elkaar gepraat. En we hebben, eigenlijk heb ik een herhaling van zetten gedaan. Net zoals ik in Rotterdam had gedaan. We maken een atelier. We maken een atelier met dit verschil dat ik moest uitzoeken wie ik daarin zou zetten om daaraan te werken. Toen ben ik Riens Dijkstra tegengekomen. Riens Dijkstra die had bij Rem Koolhaas gewerkt. Toen ik dat boek schreef, heb ik hem nog gevraagd. Was ik ook zo vreselijk? Nou, zei hij, je was een schatje met die man vergeleken. Oké. Maar het was niet makkelijk. Ik heb alles aan boord gehaald. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, de hele boel. Ik heb een oud gemeentekantoor in Rotterdam, of in Utrecht gekregen. En ik heb tegen de colleges gezegd, nou moeten jullie eerst bij elkaar. Ik heb een jaar gevraagd. Ik heb ze flink laten betalen, want ik heb allemaal mensen uit de markt gehaald, alle bureaus uit de markt gehaald, studenten gehaald. Ik heb tegen Riens gezegd, jij bent de ontwerper. En ik heb uitgelegd dat mijn rol de stratege was. Ik heb participatie avant la lettre gedaan. Voordat we ook nog maar wat ook deden, had ik al participatie. Want Utrecht is een stad van eindeloze hoeveelheden. Stichtingen, bestuurtjes. Nou, je kan het niet weten. Je wil het niet weten. En Utrecht heeft ook een bestuur wat allemaal met die mensen aan de praat gaat. Zou Rotterdam niet gekund hebben. Maar nee, allemaal lekker praten met elkaar. Gezellig. En er zat ook nooit iets achter van, we moeten het voor elkaar krijgen. Nee, het was gewoon fijn. Ik kon het erover hebben. Maar ja, nu hadden we een Finex-locatie bij de kop en dat moest gebeuren. Nou, wat was nou het idee? Het idee was, dit is hoe je het aantrof. Het idee was, we gooien hier een plak zand over. Dat is een soort fundatie. Dan hakken we alles wat er nog staat weg. We laten die woningen die er nog staan, die geven we een kaveltje. Maar als ons te veel in de weg zijn, dan trekken we ons er niks van aan. Dan beginnen we nieuw te bouwen. We bepalen wel hoe we dat doen. We beginnen links en we beëindigen rechts. Zoiets. Zo hadden ze het in hun hoofd. Wat hebben wij gedaan? We hebben gezegd, dat kan zo niet. We hebben gezegd, we gaan eerst een kaart maken waar alle kwaliteiten die er in een gebied zijn, worden opgetekend. Dan leggen we daar overheen een kaart waarvan je kan zien
wat er allemaal in moet. En dan kan een kind de was doen, dan heb je niet genoeg ruimte. Dan heb je niet genoeg ruimte. En Utrecht, dat moet u nog één keer doen. Utrecht is een stad van veel infrastructuur met een prachtige binnenstad, waarvan die mensen die in Utrecht wonen allemaal het idee hebben, dit is het heiligdom naar heiligdommen. En we kunnen toch niet op tegen die infrastructuur. En dat Leidse Rijn, dat wordt nog helemaal niks, dus we moeten iets doen. Toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we iets aan die A2 doen. Dat moest ook, want die moest verbreed worden. En toen hebben we gezegd, we leggen hem onder de grond. Onder de grond, dat ding. Ter hoogte van Leidse Rijn, dan kan je er overheen. Dan winnen we ruimte, dan kunnen we in het midden een heel groot park maken. Dan heeft Vleutende Meer naar zin, want die wil niet echt bij Utrecht horen. Dan hebben al die gemeentes hun zin, dan hebben we enorme diversiteit. En dan moet er nog één ding gebeuren. Dan moet het Rijk zeggen dat ze dat willen bekostigen. Want dit zat natuurlijk niet in Phoenix geld. Phoenix staat voor van alles en nog wat, maar is ook een hele grote zak met geld. Zo nuchter mag je er ook naar kijken. Dus toen dacht ik, nou, als ze bleek om de neus worden om naar Den Haag te gaan, dan ga ik de gang naar Den Haag. En ik heb die tunnel onder de grond gekregen. Die is door Waterstaat betaald. Ik heb hem bij mevrouw Jorritsma naar binnen gelepeld. En ik heb mijn Grete Boer zover gekregen dat ze wat wij al bedacht hadden daar goed vond. En toen restte er nog één ding eigenlijk. Toen was die mensen allemaal zover krijgen dat ze het ook wouden. En toen hadden we een slotscène met de twee colleges. Nou, die had ik weer eindeloos gezien en van alles gebeurd. En toen de avond ervoor dat het besluit moest vallen, toen zei ik tegen Katrien, wat moet ik nou doen? En die ging voor de boekenkast staan. En die trok allemaal plannen eruit. Ik zei, wat ben je aan het doen? Nou, ze zei, Albert Heijn tas, vol plannen. Ik zeg, oké, ik snap hem. Dat is nooit gebouwd Nederland. Ik ben de volgende dag naar het college gegaan. Ik heb al die dingen op de tafel gesmeten. En ik heb tegen ze gezegd, we hebben er nou zo lang over gepraat. Als jullie nou niet een besluit kunnen nemen, dan ben je geen knip voor de neus waard. En dan komt dat boek bij al die boeken van Nooit Gebouwd Nederland. Nou jullie weer. We doen het, riepen ze. Klaar. Nou, ik noem dit ruimtelijke ordening. Echt waar, dit is ruimtelijke ordening. Het moet interessant zijn, het moet strategisch zijn. Je moet participatie hebben, je moet vertrouwen kwekken. Je moet de beste mensen bij elkaar halen. En als je dat allemaal wilt doen en je zet je ervoor in, dan kan er heel veel in het land. Dank je wel voor de aandacht.